What's up boys en girls, mijn naam is Cassiop en welkom terug bij een gloednieuwe video. In de vorige aflevering van Fortnite heb ik gezegd als we de 4000 likes zouden halen, ik gewoon maar samen geld zou verspillen aan het spelletje. En ja, de video is ondertussen meer dan 5000 keer geliked, dus ik moet mijn belofte nakomen en dat ga ik vandaag ook doen. In Fortnite kun je dus je geld verspillen door allemaal shit te kopen waar ik eigenlijk niks van snap. Zo kun je hier volgens mij een battle pass kopen, met die battle pass kun je meer dingen vrijspelen. Ik weet niet wat dit allemaal is. Maar ik ga het kopen. Oké, we moeten dus blijkbaar eerst muntjes kopen, maar ik weet niet hoeveel ik zou moeten kopen. Ik wil alles van dit spelletje hebben gewoon. We zullen eerst gewoon maar beginnen bij 60 euro. Dat lijkt me wel acceptabel. Alright, nu kan ik die Battle Pass kopen, denk ik. Dat is 950 van die muntjes. Dat is 10 euro, denk ik. Voilà, het is aangekocht. Nu krijgen we allemaal XP's of zo, I don't know. En we krijgen dit vet mannetje. Ik heb al heel mijn leven een ridder willen zijn, dus dit is perfect. Maar hey, eer dat ik nog een mannetje krijg, moet ik echt heel veel levels omhoog gaan of zo. Pas bij level 21 kan ik een vrouwelijke ridder zijn. Wat? Ik dacht dat ik leukere dingen kon vrijspelen. Kan ik geen gekke outfits hebben of zo? Ja, bij level 56 krijg ik deze bitch. Nee, joh, ik ga gewoon rechtstreeks een paar dingen kopen. Ik heb altijd wel een peperkoekje willen zijn, dus deze koop ik wel. En ik heb altijd al willen dabben in dit spel, dus ik ga de dab kopen voor 500 coins. Het enige wat we nog kunnen kopen is zo'n glider. Oké, die koop ik er ook even bij. Dit noemt nu nuttig shoppen. Nu, het ding is, ik zou graag een clickbait-titel willen hebben waarin ik zeg dat ik alle items koop die in dit spel zijn. Dus ja, ik moet die andere crackshot outfit ook wel kopen. Volassen, die kopen er ook eventjes bij. En godnondeju, nu kan ik die red-nosed raider niet kopen. Mijn bugs zijn op. De titel zal wel noemen bijna alle items kopen van Fortnite. Maar het is duidelijk, ik ga voor de win vandaag. Als je meer Fortnite-videos wilt zien, laat dan zeker vast een like achter hier beneden. En opzakke, dit is onze nieuwe glider. Echt geweldig. Wauw, 10 euro waard. Maar okidoki, we gaan meteen een chest pakken, want dan wordt mij als tip gegeven dat ik onmiddellijk naar chest moet gaan. Ja, alsof ik dat niet zou weten, maar oké. Ik weet misschien niet alles van dit spel, maar ik heb ook geen IQ van 30 of zo, hè. Want sommige mensen denken echt dat je rete dom zit omdat je één dingetje van het spelletje nu weet. Ja, sorry dat ik geen L.I.A. of een Jaroski ben of zo. Ik ben ook gewoon maar een pole die wilt grinden, oké? Oh, die had ik niet gezien. Wajo. Ik kijk even schil, maar oké. Ik wissel even mijn shotgunnetje en mijn semi-automatic assault rifle. Of hoe die benaming hier ook allemaal is. Even drankje opdrinken. En even medkitje gebruiken. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. En dan gaat de grind natuurlijk weer verder. Oh, iemand zit er daar. Oh, daar zit hij. Ja. Kom op. Niet schuilen. Oh my god, mijn aim. Kom op, ik moet er iets aan doen. Oh joh. Waarom lijkt mijn spel ook opeens? Sorry, wat dat is. Wat de tering. Kom op, nee. Wat doe ik, joh? Oh joh. Ik ben scheel, man. Wow, ik moet echt iets aan mijn leven doen. Hola, hier is nog een prooi. Kom op. Ja. Ja, jong. Met die bouwskills. Ja, is dat zo? Wat? Wat gebeurt er? Wat? Nee! Wat? How could this happen? Sorry, maar ik snap dit spel niet meer. Wat gebeurde er net? Zit er nu serieus in deze game een granaat waardoor je de andere persoon laat dansen dat hij niks kan doen? Yo, ik weet niet welke drugs de makers van dat spelletje gebruiken, maar ik wil die ook. Allee, tweede potje van de dag. Dat is meestal het potje waar ik de beste score haal. Ja, damn. Nee, die andere heeft al een wapen gevonden. Ja. Ik ga doodgaan. Waar is de deur? Hier is de deur. Nee, weglopen. Kom op, sneller. Ik zie daar iets groen liggen, maar dat is geen wapen, denk ik. Ja, damn. Oh, ik heb één leven. Dat had ik zelfs niet eens door. Wat de tering. Kijk, sorry, maar weglopen was mijn enige optie om te overleven. Oh, ik zie erachter iemand lopen. Oh, en daar ook. Twee mensen. Oké, die gaan tegen elkaar vechten dan waarschijnlijk. Tenzij die andere mij heeft gezien. Nee. Die schiet op die andere. Dat is redelijk perfect. Oh, ze zijn op elkaar aan het schieten. Oh, die is al binnen waarschijnlijk. Oké, nice. Perfect. Oké, is dat een granaat? Ja, dat is een granaat. Ik ga erop smijten. Oh, kom op. Gebeurt er niks? Serieus? Zit die beneden? Ah, daar is hij. Kom op. Oh ja, ik moet hier raken. Kom op. Nee. Ja. Oh, nog hier. Nee. Oh my god. Dat is het einde scheisse spelen. Oké, we gaan eens een peperkoekje zijn. Misschien kan ik dan beter spelen ofzo. De eerste die op mij schiet, krijgt echt een peperkoekenvuist in zijn reet. Ja, en dat gaat die kerel zijn. Want nee, die chest is voor mij. We zijn hier met drie om een chest. Oh, kom op. Nee. Oké, daar is nog een wapen. Nee. Ja. Kom op. Op. Oh ja. Oh joh! Oh, jazeker! Jazeker, man! Oké, even bandage. Die andere is weglopen, denk ik. Ik hoop het. Ik hoor die wel. Ah, die heeft een wapen. Nee. Oh, die is mij voorbij gelopen. Die ziet me niet. Nee! Ik ben vergeten te switchen! Oh joh! Oh joh! Oh joh! Oh!
God, man, OG, ik was vergeten te switchen naar mijn revolver. Anders had ik die gepakt, want je hebt blijkbaar 2 schoten nodig om te killen. Damn, zo close. Maar oké, dat matchje vergeten we even. We gaan gewoon verder. Wacht, maar er komt goede gameplay. Sit your ass down. Calm your tits, joh. Ik ga gewoon Arnold Schwarzenegger modus en ik ga naar het midden van Loot Lake. Zou ik naar die kerstboom gaan? Ik ga naar die kerstboom. Oké, daar landt er iemand anders. Oké, nee, ik ga terug naar daar. Why, yo, wat ben ik toch een twijfelaar, man. Maar oké, ik zie hier een chestje, dus die moeten we snel eventjes pakken. Dankjewel, guys. Oh, jong, dat is de verkeerde kamer, man. Jesus. Ja, nu is het juist. Alright, wat zit er in die chest? Gimme, gimme, gimme. Oké, sniper, dat is nice. Maar ik heb nu een ander wapen nodig. Ah, een shotgunnetje. Oké. Dat is niet de beste shotgun, maar I can live with it. Oh, een betere shotgun. Dankjewel. Ja, daar is onze eerste. Kom op. Jazeker. Kom op, wie wil er nog gepakt worden? Oh, achter mij. Hoezo? Ik zie toch... Oh, die zit daarboven. Wow, yo. Geef ze schmicht, joh. Doe eens normaal. Waar ze... Hoe kun je daar in godsnaam geraken? Oh, joh, zit je er? Ja. Oh, joh, ik ben scheef. Ja, maar ik heb hem. Oh, joh, dat was wel heel nipt. Maar die laat meteen een shieldje vallen, dus dat is nice. Oh, nee. Ja, muurtje, dankjewel. Holy damn. Je zit daar in het water of wat? Ik kan mijn sniper pakken. Waarom ben ik zo dom soms? Dankjewel. Ik hoor nog steeds iemand boven. Iemand zit nog gewoon in dit huisje. Maar ik durf niet naar hem toe te gaan. Oh. Oh, nee. Oh, get owned, joh. En je laat een drankje vallen, perfect. Weer 1 leven gewoon. Ik heb nog 1 levensdingske. Ja, dit is even true survivor skills, joh. Oh ja, die cirkel. Why, yo, waarom ben ik een domme BLO? Altijd als ik iets juist doe, doe ik ook meteen iets fout. Man. Ah nee, ik ga dood. Ik heb geen leven meer. Dat is waar. Die shield helpt niet tegen... Aan het begin van deze video zei ik dat jullie back moesten houden door te zeggen dat ik een domme speler ben. Maar ik geef jullie volkomen gelijk. Ik ga deze tactiek nu gewoon nog eens toepassen, maar deze keer te goed. Oh, kom, shotgun. Ja, dankjewel. Hoppa. Jazeker. Wat krijgen we hieruit? Oké, lekker. Soep eet je niet met een stekker. Ah, daar is er nog een. Kom op. Allee, joh. Nu weglopen. Dem. Oh, een sniper ergens ver vandaan. Oké, snel naar binnen, snel terug naar binnen. Dit was dom. Oké, zou ik het doen? Ja, ik ga het doen. Oké, is hier iemand of niet? Hallo. Geen campers? Nee? Oh, ja. Wat? Nog niet dood. Ja, nu wel. Dankjewel. Oké, snel alles oprapen. Kom op. Ah, nee, wacht. Daar loopt er eentje. Hoppa, nee. Ja, nog eentje. Oh, nee. Jazeker. Ik weet niet of dit slim is om te doen, maar ik ga mijn launchpad... Ja, dat gaat. Alright. En nu kan ik er gewoon op springen, zeker? Ja? Jazeker. Alright. Oh, daar staat er eentje. Ja. Oh, er staan er 2. Die heb ik... Ene geraakt. Tweede ook. Nog eens. Allee, joh. Just erover gesprongen. Ah, die staat er gewoon. Ja, dankjewel. En volgens mij was er nog een andere guy. Anders stond hij daar niet zo suspicious achter een muurtje. Elo. Oh! Ja, die zat er dus nog. Oh, nee. Nu zit er nog iemand op mij te schieten. Oh, ik weet van waar. Van daarachter. Wacht maar, ik ga je pakken. Geef me 2 secondjes. Oh, shit, waar zit die? Oh, nee, die cirkel komt. Oké, ik moet niet eruit. Oh, heeft hij nog iets leuks om op te pakken? Oké, ik zie niet direct, maar oké, ik ga door. Oké, die cirkel komt. Oké, ik ben weer half dom. Ik weet niet of ik iets leuks heb laten liggen, maar hey, geen tijd er meer voor. Oh, nee. Oh, nee. Ballen. Nee, oh, godver. Domme. Dit spelletje, hè. I don't know, man. Oh, nee. Er spawnt weer 1-2 centimeter langs mij. Ik pak die shotgun even. En ik verneder u weer helemaal. Dankjewel. Oh, god. Hier is nog iemand. Oh. Ja, die hebben we ook. Nog iemand. Alright, dit wordt mijn allerlaatste poging van de dag, denk ik. Want, wajo. Ah, volassen. Dankjewel, meneertje. Ja. En we kruipen even naar boven om zijn spulletjes op te pakken. Kun je eigenlijk op een boom staan? Wat? Gaat dat? Serieus? Kan niemand mij zien of zo? Als dit normaal is, is dat echt fucked up, want je kunt echt easy gewoon hier blijven wachten tot er mensen voorbij komen. Wat? Nou, dit is perfect. Dit is gewoon perfect. Mensen kunnen mij zien en nu kunnen ze me niet zien. Ah, kijk, daarboven op het gebouw staat er eentje. Hè? Kijk. Die gaat niet weten wat hij meemaakt. Oei, dat gaat precies niet zo goed. Wow, yo. Laat maar, ik heb niks gezegd van die verstopplek. Ah, daar loopt er eentje. Oh. Nee. Niet zo beginnen. Dan ga ik hier ook beginnen. Kom op, man.
Altijd zo typisch. Ik ga weglopen. Die zit er. Ja. Niet bouwen. Kom op, man. Moet ik mijn shotgun weer uithalen? Is het zo? Ja? Waar zit hij? Ah, die heeft zijn eigen ingebouwd, hè. Oh, man. Ah, nee. Ja! Gaat er nog iemand uit dat stadje komen of niet? Mijn peperkoekenvuist die staat klaar. Oh, er staat iemand en die is op mij aan het mikken. Dat is niet zo handig. En ik raak niet zo ver. Oh shit, ik raak niet zo ver met mijn sneeuwballen. Ja, dit is heel kut. Dus kom maar gewoon naar mij toe, kameraadje. Komt-ie of niet? Waar hangt je uit? Ik pak weer mijn shotgun en dan rijp ik je, man. Ah nee, die staat er nog steeds. Wauw. Ja, dat is wel een beetje kut, hè. Ja, dit is gewoon Mission Impossible. Ik hoop dat hij mij niet raakt. Dit is al één boom. Sta ik safe? Nee, ik sta nog niet safe. En waarom kan ik geen dingen bouwen? Kom op. Die boom. Oh, nee. Die schiet op mij. Dit komt niet goed. Maar die moet naar mij komen, hè. Waar staat hij? Kan ik hem zien of niet? Ah, die staat erachter. Oké. Chill. Die blijft op mij mikken, hè. Kijk. Oh, nee. Ja, tuurlijk. Die gaat die bom. Wat gaat die doen? Die weet niet wat die moet doen, hè. Ja, loop maar weg. Ja, loop maar heel ver weg. Zodat ik je nu kom counteren. Is die hier ergens of is die door? Hallo, waar zit je? Oké, ik moet doorgaan. Ah, die zit daar in het huisje. Staat die daar of niet? Nee, dat is een stoel. Oh damn. Oh god. Oké, muurke. En langs daar kunnen er ook mensen komen. Damn, ik ben echt opgesloten of zo. En ik moet nog ietsjes verder. Oh. Nee, ik moet nog een dingetje. Hoe doe ik dat? Ja, zo. Dankjewel. Wauw. Daar was ik bijna even heel slecht mee. Spring erop. Ja, dankjewel. Oké, nu ben ik safe. Denk ik, hoop ik. Hallo, zit hier iemand? Nee, oké. Oké, de cirkel is vies klein. Er zijn nog 8 mensen in leven. Daar is er iemand. En daar is er normaal iemand. 2 mensen zijn buiten de cirkel. Moeten sowieso richting daar. Dus ik kan hier in principe wel blijven wachten. En dan kan ik nog wel een killetje of 2 maken. Ik weet niet of dat zo super slim is, maar het is mogelijk. Ah, hier zit gewoon iemand. Nice. Hoppa. Ja, ik heb u. Ik pak je snipertje, dankjewel. Scar wissel ik in. Rocket launcher wissel ik in. Dit is even mooi. Dit is even heel mooi. En zit daar iemand of niet? Ja, sowieso wel, hè. Er zijn nog 4 mensen in leven en ik heb eigenlijk niet zo'n slechte plaats. Ik moet wel vies dringend pissen, dus dat is wel een beetje kut. Ah, daar loopt er eentje. Ja! Get owned, modded! Ik wil niet dat deze video gedemonetized wordt, dus ik heb niet gescholden. Ha. Oké, mijn hart gaat weer tekeer. Nog 3 mensen in leven. Waar zitten ze? Ik denk in dat huisje voor mij en die andere... Ja, die heeft daarachter iets gebouwd. Oh, die loopt daar heel ginder achter. Nee, dat was hopeloos, dat schot. Ja, hier even een RPG naartoe knallen. Dan weten we of daar iemand nog zit of niet. Kom op. Laat u eens zien. Zit je daar nog of niet? Oh, wat ben ik toch allemaal aan het doen? Oh, die zit daar nog. Kom op, schieten. Kom op, let's go. Nee, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet, man. Holy, joh. Die gaat wachten, hè, want die weet dat ik nog maar enkele seconden heb. Oké, dan wordt dit even Mission Impossible als die mij niet neerschiet. Dankjewel. Kom op. Waarom kan dat niet gebouwd worden? Kom op. Ah, ik ga opgaan met de shotgun. Oké, dat was dom. Dat was heel dom. Oké, ik weet niet waarom ik nu een andere sniper zou pakken. Maar ik doe dat wel even. Waar staat hij? Ja, daar! Ah nee, gemist. Oh, nee. 10 HP. Kom eruit. Ja, die is dood. Lekker, man. Nog 2 mensen. Die staat erachter. En die staat mee op mij. Maar ik heb ook een sniper, joh. En ik heb een medkit. Jij gaat eraan. Dit wordt een eerste win op YouTube. Een derde win in totaal. Maar de 2 eerste wins had ik echt in de eerste week van het spelletje. Dus dat is echt heel lang geleden. Dus ik ben blij wat ik hier aan het presteren ben. Kom op. Laat u zien. Where are you? Kom op. Ja, there are you. Kom op, laat u nog eens zien. Je durft niet, hè, man. Kom op. Waarom maak ik zo lage muurtjes? Ah, zo. Oké, ik heb het door. Oké, heeft 1 schot van de sniper meteen zo'n muurtje geknald. Dat is kut. Oké, nee, dat is te laag. Nog eens bouwen.
Hier ook nog eens bouwen. En hier ook. Oké. Waar staat hij? Langs welke kant staat hij? Kom op, man. Die moet naar mij toe komen. Ha! Dat is spijtig voor hem. Maar ik sta in de cirkel, hij niet. Of nee, misschien wel. Ik weet het niet. Damn. Kom op. Ah, die is daar. Ik zie hem. Nee, je mist. Nee. Zeg dat het niet waar is. En nu durft hij niet meer langs daar te komen, hè. Komt hij dan langs daar? Nee, hè. Oh. Waarom is dit zo zenuwslopend? Nee. Oh. Ja! Oh! Nog eens. Herladen, man. Herladen. Ik sta toch in de cirkel, hè. Ik hoop het wel. Ik zal daar voor de zekerheid nog een muurtje bouwen. Ah, die loopt naar daar. Oké. Kut. Ja, ik heb iemand. Nee, niet als ik alles mis, dan heb ik die niet. Want zo ga ik je wel hebben. Nee, tweede plaats, Wirrel. Oh my god. Maar alright, boys and girls, dit was dan voor deze video van Fortnite. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik denk dat ik heel veel gameplay heb laten zien. Heel wat goede gameplay. Ik hoop dat jullie trots zijn op mij. Dus mensen, laat een like achter als je meer Fortnite video's wilt zien. En dan zou ik zeggen, tot de volgende. Tot morgen bij een nieuwe video. Ciao.